Een kleurenchallenge terwijl we kamperen? Waarom niet? De natuur is zo kleurrijk. Wat een eigenwijze pot. Ik krijg hem niet open. Ik heb hulp nodig. Ik hou van het Woehoe-kanaal. Ik hou van Poppy Playtime. Schatje, help me de pot open te maken. Schat, ik ben bezig. Whatever. Mijn familie is geobsedeerd door gadgets. Ik maak de pot wel alleen open. En jullie zullen er spijt van krijgen. Wauw, waar zijn we in hemelsnaam? Het is onze achtertuin. Waar is mijn telefoon? Kijk, wat is dit? Welkom bij de kleurenchallenge. En hier zijn jullie kleurendeelnemers. Roze, groen en blauw. Kijk jongens, we zijn huizen aan het bouwen. Is dat niet geweldig? Pa, wat moeten we hier dan doen? Geef me een momentje. Papa heeft altijd een plan. Weg, ga weg, vlieg. Hier is het. Ons plan. Wauw. Welk onderdeel heb ik nodig voor het frame? Oh, die boog. Ik moet hem oprollen. Pap, kijk uit. Oeps. Heb je hulp nodig? Kinderen gebruiken tegenwoordig de magie van montages. Wauw. Wauw, hoe heb je dat voor elkaar gekregen? Fluitje van een cent. Net als in TikTok. Eén klik en het kader is klaar. Zie je wel? Wauw. Ik ben van de oude stempel. Ik bouw met gereedschap. Het is niet eens moeilijk. Oh, help. Het touw laat me niet los. Het is behoorlijk taai. Oeh, eindelijk is mijn boterham klaar. Blijf staan. Jongens, kom hier. We zijn er, pap. Jullie vader is een genie. Oeps, dat deed ik expres. Het is een open dakhuis. Pak jullie dekens, jongens. Oh, ik ben vergeten te eten. Roze gaat voor. Ik. Als je snoept, verlies je. Zo oneerlijk. Hier is je blauwe deken. Oh, wat een stoot. Dat is het. Roze is mijn kleur, Sean. Whatever. Blauw staat me echt goed. Dit huis mist kussens. Wat heb ik nodig? Oeh, drie stukjes kauwgom. Eén en twee. De derde is op zijn eigen missie. Kijk eens naar mijn bel, Amber. Wauw, ik heb nu een dak. Zie je? Dat was gaaf. Goed gedaan, Sean. Oh, het begint te regenen. Waar is mijn paraplu? Het regent daken. Prachtig. Oeh, hallo pap. Wow, jullie hebben geweldige daken gemaakt. Ik ga zo de bekleding doen. Er zit hier mooie stof in. Wat dacht je van een goocheltruc? Klaar? 1, 2, en pa verdwijnt op mysterieuze wijze. Pap! Wat vinden jullie van mijn magie? Vinden jullie het niet leuk? Whatever. Ik heb stof en een niet-machine. Dat is alles wat ik nodig heb. Kijk eens naar mijn dak, zoon. Sean, neem dit. Neem jij het zelf maar, Amber. Jongens, kijk allemaal eens hierheen. Vinden jullie mijn huis mooi? Goed voor jou, papa. Dat is nog niet alles. Een circusflip. Zag je hoe ik die deken pakte? Wauw.
Ik ben een echte jager. Mijn huis mist neonlichten. Klaar. Zo blauw en mooi. Activeer de buitenverlichting. Wauw, ik ben een verlichtingsgenie. Heeft mijn broer lampjes gemaakt? Ik kan het ook. Mijn huis zal oplichten vanaf nu. Waarom is het zo fel? Is het al dag? Wauw, jongens. Geweldige verlichting. Hoe hebben jullie dat gedaan, Sean? Wacht even, pap. Ik geef je een LED-strip. Hier heb je hem. Wat moet ik er dan mee doen? Gewoon met je vingers knippen. Zo? Hey, zoon. Er is iets misgegaan. Klik nog eens, pap. Zo is het genoeg. Ik ben zo klaar met je lichtjes. Ik zal het zelf wel doen. Welnu, ik heb nu ook licht. Kijk maar eens goed, jongens. Goed, slaap lekker. Mijn huis heeft versieringen nodig. Wat? Hé, wat is er gebeurd? Is mijn magie verdwenen? Dit is een nachtmerrie. Oké, laten we overgaan op plan B. Een spuitbus met verf. Oeps. Oh, wow. Wauw, niet slecht. Nu heb ik een ladder nodig. Bedankt. Een verse wolk, alsjeblieft. Perfect. Schijnhelder, pluizige wolk. Mijn nachtlampje is fantastisch. Ontbreekt er nog iets? Een roze versiering. Prachtig. Precies wat je nodig hebt. Huggy Wuggy valt aan. Is dat voor mij? Wat is daar? Wauw. Een Huggy Wuggy ontmoetingscertificaat. Oeh, hij is er al. Hé man. Jou ontmoeten was mijn grootste droom. Oeh, je bent zo zacht. Precies wat ik zoek. Kijk, Poppy is er. Hey bro, waar gaat het over? Duizendmaal dank, Huggy. Je wacht zal een heel zachte versiering voor mijn huis zijn. Ik zal het de Huggy Wuggy grot noemen. Wat is dat? Een aardbeving! Amber, er is daar niemand. Oef, ik heb wat te eten. Pap, ben jij dat? Je kunt mensen niet zo laten schrikken. Wauw, jullie hebben het geweldig gedaan. Jullie huizen zijn zo mooi. Ik kan de versiermagie niet bewerken. Amber, laten we papa helpen. Kijk, pap. Je favoriete visnet. En hier is het aas. Vind je het mooi? Wat een groen huis. Ik ben zo dankbaar, kinderen. Laten we nu wat enge verhalen vertellen. Ik zal jullie vertellen hoe ik met een haai vocht. Op een dag was ik aan het vissen. En ik zag... een haai! Wat? Is papa weer aan het slapen? Precies op het spannendste moment. Hé, vis. Kom bij papa. Ja... hij bijt! Oeh, het was maar een droom. Dat is wat ik nodig heb. Vissen. Ik zal een vijver voor mezelf graven. Nou, dat zal te lang duren. Ik moet gewoon een kant-en-klare kopen. Ziezo, een geweldige visplek. Wauw! Het is een zwembad. Tijd om te zwemmen. Niet zwemmen. Je jaagt al mijn vissen weg. Ja, het bijt. Kom naar papa. Niets. Ik heb een pauze nodig na het vissen. Sst, nu kunnen we een duik nemen in het zwembad. Laten we een roze bloem bij doen. Kwak, kwak, kwak.
en blauwe dieren. Big deal. Ik kleed me wel om. En ik ook. Een oranje vest. Waterveiligheid eerst. En duik je erin? Wacht even. Aan de kant. En high five, bro. Huh? Oh, wow. Gaaf. Het is een glijbaan. Geweldig. Ik zal hem blauw maken. Nee, het moet roze zijn. Nee, het zal blauw zijn. Ik zei roze. Blauw. Roze. Hé, kinderen. Waar maken jullie ruzie over? Aan de kant. Papa kan dit wel regelen. De glijbaan wordt groen. Klinkt goed, pap. Mag ik naar beneden? Yahoo! Ik ben de volgende. Oh, hoi, mam. Lieverd, kom met ons mee. Kijk eens wat ik gevonden heb. Een tv. Mam, wat vind je van onze huizen? We hebben ze allemaal zelf gebouwd. Schattig toch? Ik ving het signaal op. Aan de kant. Onze favoriete familieshow. Buiten quality time doorbrengen met je gezin is het beste. Dat is de bel. Laten we gaan. Ik zal er als eerste zijn. Mocht je willen. Wacht! Help! Hallo, juffrouw Temple. Mijn neus. June, mijn liefste. Het enige waar ik meer om geef dan jij is mijn rapport. Ik heb een plan. June, jij bent het. Hoi, Phil. Bedankt voor de bloemen. Haha, mijn geheime plan heeft gewerkt. Sorry, jongens. June, wacht. Bijna. En als je deze chemische stof gebruikt... Ik ga in slaap vallen. Ik denk dat juffrouw Temple een opkikker nodig heeft. Ik weet wat ik moet doen. Dit is voor energie. En een geheim ingrediënt voor de smaak. Ik ben wakker. Dit is voor jou. Een tropisch drankje. Ontspannende muziek. En een verfrissend briesje. Kijk en leer. Oh ja? Mijn experiment zal je zielige drankje vernietigen. Maak je klaar om verrast te zijn. Hier komt de vulkaan. Phil, je krijgt een onvoldoende. Maak dat je wegkomt. Kikkers koken, dat is zo gemeen. Het is heerlijk. Wat? Eet het niet op. Hou je niet van kikkers? Oh, Sean. Maar dit is snoeples. Hier heb je wat snoep. Ik zal deze kauwgomkikker wegwerken. Ik gooide de deur dicht en de pestkoppen doken in hun kluisjes. Wauw. Laat me met rust. Wat zeg je nu? Zeg het nog eens. Jij. Niet. Sorry. Precies. Waar wacht je nog op? Niet. We gaan nu al de kluisjes in. Geweldig. Is dat muziek? Een feest?
ik ga mijn huiswerk maken, denk ik. Oh, Lucy. Oh. Hallo, juffrouw Temple. Wie komt er naar het bord? Sean. Ik zal mijn grafiek opbouwen te beginnen met deze formule. Dat is zo lief. Wat? Lucy, deze is voor jou. Mag ik als volgende antwoorden? Natuurlijk. 1 is goed, maar een 0 toevoegen maakt het nog beter. Nee. Huh? Sorry. Zo onbeleefd. Mijn schat. Mijn favoriete spreukenboek. Wat is er aan de hand? Oh nee, een reusachtige gemuteerde vlieg. Wat is het aan het doen? Word beter. Wegwezen. Je kunt niet vliegen. Grijp hem. Ik heb een vliegenmapper. Een enorme. Een reusachtige. Pak aan. Wat was dat? Oeps. Hallo allemaal. Kijk eens naar mijn nieuwe tatoeage. Wauw. Er zit een verborgen boodschap in de formule. Liefde. Het is stom. Wow. Dat is zo lief. Laten we beginnen. Wie kan de formule op het bord schrijven? Phil? Geen denken aan. Dus de stift doet het niet meer. Geen inkt. Ik denk dat mijn tatoeage genoeg inkt heeft om het antwoord op te schrijven. Huh? Wat? Oh. Dit wordt leuk. En waterstof. Zo is het goed. Ga maar weer zitten. Oh, huh? Geen krijt meer. Hmm. Vond je dat leuk? Het tatoeage ding was beter. Hey, kijk eens hier. Heb je krijt nodig? Ik zal het je verkopen. Goedkoop. Veel kleuren. Wow. Dank je, Sean. Ik heb het genoegen jullie mijn nieuwste project voor te stellen. Dit is mijn kans. Huh? Ik ruil zijn presentatie flashdrive voor mijn fotoalbum. De volgende dia. Oh nee, niet mijn theekransje. Thee en teddyberen, schattig. Dit is Photoshop, niet kijken. Jij hebt dit gedaan. Mag ik antwoorden? Nee, ik. Vraag mij. Ik wil het ook oplossen. Laat me het zien. Huh? Weer spiekbriefjes. Ik heb het jullie gezegd. Lucy, kom naar voren. Ah, pech. Ik moet mijn bril afzetten voor de gymnastiekles. Eindelijk. Laat eens zien hoe je wereld eruit ziet met deze bril.
Mijn bril. Wat is er mis? Ik kan niet zien. Kijk eens naar deze loser. Sean heeft zijn uiterlijk veranderd. Wat? Wie is daar? Meisjes? Hallo. Mijn plan is mislukt. Ik heb deze batterijen niet nodig. Klaar? Veel succes, jongens. Ik win altijd mijn trivia challenges. We beginnen. Vraag 1. Wat is de relativiteitstheorie? Ik weet het. E is gelijk aan mc2 in het kwadraat. Dat is juist. Ik wist het ook. Beginnersgeluk. Pi is gelijk aan... Ik! 3.14. Hoeveel botten zitten er in het menselijk skelet? Het werkt niet. 206. Dit heb jij gedaan. Wat is er mis met mijn buzzer? Nee! Het is voorbij voor ons. Gefeliciteerd, Lucy. Lucy, je zult er spijt van krijgen.